ja, duidelijk is wel dat u eigenlijk nog weinig weet over die snelwegschutter. Nou ja, dat is precies. Dat is, dan bent u goed geïnformeerd. Dan is mijn boodschap helder overgekomen. Maar men is wel met mannenmacht bezig om duidelijkheid te creëren. Gewoon om het profiel van een vermeend schutter. Om dat vast te stellen. Ook de situatie, alle incidenten die hebben plaatsgevonden, te analyseren. Wat heeft er nou precies plaatsgevonden? Hoe afwijkend is dat van normaal gedrag? Dat is ook een kwestie van techniek. Kan dat dus echte operationele techniek? Nou, daar wil ik me over laten informeren. En ik wil ook via u naar buiten brengen dat we alles uit de kast halen om duidelijkheid te creëren. Maar was dat de reden om deze persconferentie te beleggen? Want iedereen die denkt natuurlijk van, oh, de minister die heeft meer informatie. Nee, dat is mijn reden is gewoon om hier te zijn, is gewoon een werkbezoek. En dan via u ook aan te geven waar we mee bezig zijn. En ook aan te geven dat ik als minister natuurlijk ook bezorgd ben over de onrust die op dit moment er is. En dat we daar zo snel mogelijk duidelijkheid in moeten creëren.